De Eredivisie begint dit jaar 1 week eerder dan normaal. Dat betekent dus eerder terug van vakantie, maar ook straks in 2017 aan het einde van het seizoen een week eerder klaar. Al lijkt dat voor de spelers in eerste instantie allemaal niet zoveel uit te maken. Nee, ik denk dat we altijd wel 6-7 weken in de voorbereiding nodig hebben. Dus dit jaar was 6 weken. En dat wordt meestal geteld vanaf de eerste competitiewedstrijd. Dus dat gaat er gewoon af. En dan start je en dan weet je ook. Op zich waren we vorig jaar ook vrij snel klaar. Dus we hebben genoeg rust gehad om de batterij weer op te laden en om dit jaar weer te volledig te staan. Maar je kunt wel de vraag stellen of Roda er klaar voor is. Is het team bijvoorbeeld compleet of missen ze nog posities? Ik denk dat de meeste van die teams zijn nog niet klaar. Het zijn 70%, 80%, 90%. Maar niemand is 100% klaar. En dat heeft een, zoals je hebt gezegd, de competitie begint vroeg. We hebben natuurlijk in sommige posities meer opties nodig. Met name, we willen gewoon de concurrentie in elke positie moet groot zijn en goed zijn. Er zijn een paar jongens bijgekomen met ervaring, die ook al de klappen van de zweep kennen, die de groep ook meetrekken. En er zijn ook een paar jonge gasten die erbij gekomen zijn, die zich een beetje moeten aanpassen. Die ook wel geleidelijk aan meegaan in het verhaal en die gewoon hun best doen en op hun manier van waarde kunnen zijn. Maar die misschien hier en daar nog een beetje moeten wennen, maar dat zal snel gebeuren. En of de nieuwe spelers van Roda er helemaal klaar voor zijn, dat blijkt aankomende zondag. Dan speelt Roda JC thuis tegen Heracles.